Ik wil even teruggaan naar het thema onderwijs. Werd al even genoemd, er gaat 150 miljoen af het komend jaar, het onderwijs. En niet lang geleden werd bekend dat uw minister Kaag 100 miljoen wil geven aan Rihanna voor een ontwikkelingshulpproject. Maakt u niet helemaal de verkeerde keuzes, meneer Jetten? De heer Jetten. Ja, voorzitter, ik verbaas me altijd over het feit dat de heer Baudet niet bereid is om te investeren in ontwikkelingslanden. Want hij maakt zich zorgen over migratie onze kant op. En een van de redenen waarom mensen wegtrekken is omdat ze geen perspectief hebben in het land waar ze wonen. En ik ben er trots op dat dit kabinet onder leiding van minister Kaag durft te investeren in landen met grote jonge bevolking die daar geen perspectief heeft. Door daar te investeren in onderwijs zorgen we ervoor dat mensen in hun eigen land kunnen blijven, daar kunnen helpen bij de opbouw. Dat zou u als muziek in de oren moeten klinken, de heer Baudet. U zou juist een groot voorstander moeten zijn van ontwikkelingssamenwerking. De heer Baudet. Ja, dus ik stel even vast dat de heer Jetten met overtuiging hier verdedigt dat er minder geld gaat naar het Nederlandse onderwijs en dat het dan wel moet gaan naar onderwijs of andere dingen in Afrika. Dat is op zich al ernstig genoeg en D66 kan zich dus op geen enkele manier meer de onderwijspartij van Nederland noemen. Misschien wel de onderwijspartij van Afrika, maar niet de onderwijspartij van Nederland. En er is nog een tweede probleem en dat is dat hij blijkbaar denkt dat als mensen meer geld verdienen of hoger opgeleid zijn, zoals het dan heet, dat ze dan minder geneigd zullen zijn naar Europa te gaan. De feiten bewijzen het tegendeel. Het is niet waar. Juist op het moment dat mensen gaan verdienen, hebben ze de mogelijkheden om te gaan reizen naar Europa. En juist die mensen die nu allemaal aankomen, hebben vandaag weer een nieuw wereldrecord aan Afrikanen die naar Europa zijn gereisd, die allemaal op Griekse eilanden zitten. Dat zijn allemaal, zeg maar, middenklasse of lagere middenklasse mensen, maar die mensen die geld hebben, die kunnen niet meer die smokkelaars betalen enzovoort. Dus het is ook nog eens een keer, los van het feit dus dat u totaal de verkeerde keuzes maakt, Nederlandse onderwijzers geen geld, Afrikaanse onderwijzers wel, foute prioriteiten, is het ook nog eens een keer gebaseerd op een volstrekt verkeerde redenering. Voorzitter, dit kabinet heeft in deze regeerperiode 1,9 miljard extra uitgetrokken voor onderwijs en wetenschap. De komende jaren doen we 300 miljoen voor werkdruk. We investeren in krimpgebieden, in het voortgezet onderwijs. We investeren meer dan 150 miljoen eraf, VMBO. Allemaal investeringen die erop gericht zijn om kinderen in Nederland de kans te geven om het beste uit zichzelf te halen. En ja, daarnaast is dit ook een kabinet met een internationale blik. Een kabinet dat gelooft dat je door in de Europese Unie te blijven de welvaart voor Nederland kan vergroten. Door in de Europese Unie te blijven de buitengrenzen van ons continent kan bewaken. En dit is ook een kabinet met een internationale blik die durft te investeren in landen waar mensen het iets minder goed hebben. Korte en vraag. Als ik de heer Baudet zo hoor, dan zegt hij dus eigenlijk laat ze daar in Afrika maar creperen. Tot slot op dit punt. Ja, meneer Jetten haalde er allemaal dingen bij die helemaal niet mee te maken hebben. De Europese Unie enzovoort. Het gaat gewoon heel simpel. 150 miljoen eraf voor het Nederlands onderwijs komend jaar. En 100 miljoen naar Afrika voor blijkbaar scholen daar. Dat is de verkeerde keuze. Daar staat Forum voor Democratie absoluut niet achter. En ik denk dat het heel goed is dat mensen in Nederland deze keuze hier helder gepresenteerd zien.